Minister Gilmar Hoefdraad van Financiën heeft op 23 september een leningsovereenkomst getekend met de Exim Bank van India. Het betreft in deze een overeenkomst voor een bedrag van $11 miljoen ten behoeve van de rehabilitatie van de melkcentrale en de productie van steriele melk en melkproducten. Ter ondersteuning van de economische ontwikkeling van ons land zijn Suriname en India enkele credit lines overeengekomen. Met deze investering via de India Exim Bank zullen enkele moderniseringen binnen de fabriek van de melkcentrale plaatsvinden. De belangrijkste is de opzet van een ultra-high temperature processing unit die het mogelijk maakt dat melkproducten langer goed blijven. Ook de melkboeren zullen de positieve effecten van dit project ervaren. In de samenwerking met India is ook in voorbereiding een elektrificatieproject ten behoeve van de rurale gebieden. Deze overeenkomst zal waarschijnlijk de komende maand worden geformaliseerd.